mensen en welkom bij vandaag weer een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een raceervaring voor jullie op het programma. En deze keer is dat de jeugdronde van Maassluis verreden op zaterdag 27 augustus. Het tempo, erg hoog, erg zware wedstrijd. Nou ja, zware wedstrijd. Het was niet super zwaar, maar wel hele hoge gemiddeldes. Er was er ook maar eentje ging eraf. En diegene was ik niet, wonderbaarlijk. Ik had echt verwacht dat ik 4 of 5 keer gedubbeld zou worden. Want ik had een enorme pech gehad in de laatste wedstrijd. Ik werd namelijk omvergereden en heb daar heftige blessures aan overgehouden. Het is een wonder dat ik nu alweer op de fiets zit. Deze wedstrijd ging het echt super goed. Hier in het wiel van Sebastian. Sebastian die reed ook een van zijn betere wedstrijden dit seizoen. En het is een wedstrijd eigenlijk. Het is een lange start-finish strook met 2 kleine viaductjes en een paar redelijk technische bochten wel. Door die valpartij durfde ik ook niet van voren te gaan rijden, dus zat ik helemaal achter in de groep. Gewoon uit voorzorg, want echt naar voren rijden, ik durfde niet helemaal, want het was een behoorlijk heftige wedstrijd als het gaat om bijna valpartijen. Heel veel jongens hielden ook hun lijn niet geweldig in bochten. En daarom was dat voor mij toch eventjes zo van, ik laat het nog eventjes. Terwijl we daar Bo zien in het grijze tenue, helemaal aan de binnenkant van de bocht. Dat is een trouwe kijker. En ik weet dat hij dit kijkt. En hier reed ik bijna naast hem. En dat vond ik wel cool, om zo bijna naast een kijker te rijden van mijn video. En het tempo, eigenlijk, je ziet het de hele tijd, het zit er redelijk in. Hier zo niet, hier was ik ook nog wel aan het praten met Sam, hij was ook gevallen toen. Hij had daar gelukkig geen blessures aan overgehouden. Terwijl het hier weer, we kwamen net van een wat sneller stuk af en nu gaan we weer richting de eerste bocht. En daar weer een viaductje, je ziet het, het is een klein viaductje. Niet geweldig zwaar of groot of zo, het maakt wat mij betreft niet echt verschil in de wedstrijd. Achterin in de koers heb je de wat technischere bochten. Daar heb ik het ook een soort van wat lastiger gehad. Maar hier zie je toch wel dat het tempo echt hoog lag. En maar ik zat nergens echt in de problemen. Ik zat nog te denken om te gaan aanvallen. Alleen ik had echt het idee dat dat het domste idee was wat er maar was. Maar op een moment als dit, als ik ietsjes verder van voren had gezeten of nu een gat had gehad, dan denk ik dat ik wel had gegaan. Terwijl we nu al wel in de laatste ronde zitten. En Jaap Roelen, die is weg. De man van de jonge renner. En in de laatste ronde valt het eigenlijk altijd een beetje stil. Want iedereen houdt zich bezig met de sprint. En ik ook. Ik begin nu pas te denken aan plaatsen opschuiven. Hier zo aanzetten. Hop. Ik schuif een rij op. Dat moet je eigenlijk standaard doen in de laatste ronde. Gewoon opschuiven waar mogelijk. Hier zo een van de technischere bochten. Je ziet ook eigenlijk niemand doortrappen. Ik rijd nu in het wiel van Bart Bronder. Dat is een behoorlijk goede renner. Een man van Delta. Alleen geen geweldige sprinter. En hier zo probeer ik eigenlijk gewoon mijn posities vast te houden. Op het eind lukt dat niet meer helemaal. Maar daar zie je vlak voor ons zag je Jaap Roelen fietsen. Maar die wordt hier zo ook ongeveer alweer ingelopen. Die reed iets van 3 rondes solo. Hier zo maakte ik een klein foutje. Ik had gelijk op dat wiel moeten zitten. En hier zo voorbij een paar moeten gaan. Maar dat heb ik niet gedaan. Hier zo had ik dat ook gewoon kunnen doen. Maar nee, niet gedaan. En aan het begin maakte dat, vond ik dat helemaal niet erg. Ik was al trots dat ik het had bijgehouden. Maar achteraf denk ik toch. Ja, daar reed ik net Jaap Roelen trouwens voorbij. Maar achteraf dacht ik toch. Ja, als ik dat nou had gedaan. Had ik misschien wel top 10 gereden. Want ik reed een hele snelle sprint. Hier zo deze bocht. Gas. Viaductje 2 gaan we nu omhoog. Sam rijdt nu links van mij. Dat is dus de jongen die zo ook was gevallen. En je ziet, er kwamen er daar 2 voorbij. Hier, die jongen die er net Sam inhaalde, die maakt een paar wat. Ja, ik ben niet zo fan van jongens die zo inhalen. Hier zo zat ik niet meteen op dat wiel, maar ik maak nog een remonte en ik kom er nog een paar voorbij. Ik zet gewoon vol aan en daar kom ik Jody Jochems voorbij. Bart Bronder ben ik hier voorbij. En ik word uiteindelijk 18e van de 27. En Loie van Bella liet zich terugzakken. En ik was super trots op mezelf. Achteraf, ik had op 15 kunnen finishen. Daar ben ik zeker van. Jongens, dat was deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!